Ik zit hier met trainer Bert van Lossen van Wezepen na de wedstrijd Wezepen tegen Emst. Met 1-0 gewonnen, Bert, verdiende zegen. Op basis van 90 minuten vechtvoetbal wel, denk ik, omdat wij de beste kans hebben gehad in de wedstrijd. Dus het was geen hoogstaande wedstrijd, maar we hebben de wedstrijd uiteindelijk wel verdiend gewonnen. Ja, je wisselt Jarno uiteindelijk na een gele kaart. Ja, maar dat heeft elke trainer, denk ik, gedaan. Eigenlijk, ja, we hadden geluk dat Jarno geen rode kaart kreeg. Vorige week kwam er balk een beetje van. Vorige week kregen we een onnodige gele kaart. Ook via natrappen. En vandaag ook weer natrappen. Dat is gewoon rood, dat moet er gewoon uit. Dus ik ga als trainer mijn vingers niet branden en dan zet ik er iemand anders op. Ja. Anders had ik het ook, denk ik, gedaan. Ik vind dat het A niet kan in op de amateurvelden en B moet je slim zijn, want je dupeert je eigen team ermee. En nu loopt het goed af, krijgen we een gele kaart, blijven 11 tegen 11. En anders moet je nog een wedstrijd of nog een helft lang knokken tegen Ems wat fysiek sterk is en fysiek ook sterk speelt. Ja, dat klopt. Maar in de tweede helft dacht ik van nou, die 2-0 of die 3-0 die gaat nog wel vallen op basis van die kansen. Ja, dat heb ik ook in de fase gedacht. De fase minuut 60 tot 80. Ja, dat gebeurde niet. En dan hebben we een lastige wedstrijd. Maar ja, ik blijf het maar hameren ook. En dan maar zeggen ook, erop hameren. Het is een jeugdig elftal. En in de vijfde klasse wordt ook fysieke duels niet geschuwd. En daar moeten we ons voor wapenen, tegenwapenen. Nou, dat kun je alleen met goed positiespel doen. Dat hebben we vandaag fase wel gedaan en een fase niet. Het was een rommelige wedstrijd, maar al met al vond ik dit een lastige tegenstander. Maar we hebben wel 3 punten en dan gaat het uiteindelijk om. Ja, want de doelstelling is de eerste 5, had ik begrepen. Nee, dat wel scherp gesteld? Nee. Eerste 5 nu nog niet. Dit Wezepen kan meedoen om de bovenste plek over een paar jaar, dat de jongens wat rijper zijn. Maar Wezepen, vorig seizoen zijn we 7e geëindigd. Ik denk 7-5, tussen 7-5-4, daar kunnen we wel ergens eindigen. Maar moeten we wel alle geluk hebben. Volgende week, Go Ahead Deventer uit. Ja, we moeten ook 3 punten opleveren. We hebben nu een serie met Emst, Go Ahead Deventer en VNL, waar wij punten moeten halen, vind ik zelf persoonlijk. Om een rol om daar te kunnen eindigen. We willen graag een keer een periode meedoen. Nou, de afgelopen 2 wedstrijden hebben we onszelf in de voet gestoten tegen Wissel. Vind ik dat we gewoon hadden moeten kunnen winnen. En vorige week hebben we wel verdiend verloren. Nou, vandaag weer verdiend gewonnen. Nou, dit geeft vertrouwen. Nu nog een beetje beter voetbal en dan komt het wel goed.